Sinds 2019 verkoopt Natuur en Bos zijn kwaliteitshout niet langer op stam, staande in het bos, maar op een houtpark waar stammen uit heel Vlaanderen worden samengebracht. Kandidaatkopers kunnen de stammen bezichtigen om dan onder gesloten omslag een bod te doen. Wij willen ervoor zorgen dat de bomen die 100, 200 jaar in het bos gegroeid hebben, dat die aan het einde van hun carrière ook een heel mooi gebruik kennen. Dus we vinden het heel belangrijk dat we kijken of dat we die ook lokaal kunnen verkopen en lokaal een gebruik gaan geven wat dat maakt dat de CO2 die ze in de loop van hun leven, van hun 200 jaar, hebben verzameld, dat ze die nog lang kunnen vasthouden. Het is altijd aangenaam voor in Vlaanderen hout te kopen. En ten eerste omdat het iets dichter is en ten tweede omdat het een aangenamer gevoel geeft, emotioneel. Ik denk dat dat toch gebruikt zal worden, een beetje voor exclusieve trappen, dan voor exclusieve balken, een beetje exclusieve brede tafels. Een houtpark heeft als grote voordeel dat kwaliteitsstammen per stuk verkocht worden en niet verdwijnen in heterogene loten met minderwaardig hout. De koper kan alleen die ene stam kopen die hem interesseert en zorgt zelf voor het transport. Een houtpark is dus een grote stimulans om lokaal hout te kopen. De fouten die in het hout zitten, kunnen de kopers, de specialisten, dat kunnen ze afleiden uit de vorm en de vervormingen vooral die je op de schors kan zien. En deze schors is vrij glad en gemakkelijk leesbaar, waardoor dat die fouten zeer goed opvallen. Dus dat kan men heel goed inschatten, maar daarbij komend is dat als je kijkt naar de stam doorsneden, dan ga je zien dat deze eik zeer gelijkmatig gegroeid is. Die heeft jaringen die ongeveer overal even breed zijn, met als gevolg dat de koper er zeker van is dat zijn kwaliteit van het hout, of de kwaliteit van de stam die hij koopt, dat die vrij homogeen is. Wij durven zeggen dat iedere boom, iedere stam die hier ligt, dat die gekapt is, niet om één reden, maar om drie redenen altijd. Wij beheren onze bossen multifunctioneel. Ons bos moet ervoor zorgen dat de natuurontwikkeling goed kan evolueren. Moet ervoor zorgen dat mensen hier aan gezonde ontspanning kunnen doen in open lucht. En daar moet iets economisch aan. Dat zijn drie dingen die samen gaan zitten. Dus eigenlijk is het een verhaal dat ook samenhangt met hoe dat we ons bos beheren. Niet alleen voor die houtproductie, maar voor die drie functies die ik daarnet vernoemd heb. En op die manier worden die allemaal samen geoptimaliseerd. We hebben twee zagerijen en oorspronkelijk zagen wij uitsluitend voor de meubelindustrie. Maar jammer genoeg is dat allemaal stilgevallen, ja, wegens de meubelindustrie die van het jaar 2008 niet meer goed draaiende is. En dan hebben wij besloten om een andere zagerij uit te bouwen en meer naar de industrie. We zijn hier terecht gekomen voor hout te kubben en de eik die we specifiek dienen voor massieve boomstamtafels, wat dan nu een beetje de hype is, iedereen wil dat. Het zijn echt wel schone bomen en ook met het spent eraan, want dat is een beetje hetgeen aan de mensen wel, als je een boomstamtafelblad ziet en er ligt spent aan, de links- en de rechterkant, zie je effectief dat het wel een volledige boomstam is waar die uitkomt. Ja, het is een natuurlijk product en deze charmes en ieder boomstamtafelblad is ook exclusief. Je hebt nooit twee dezelfde vorm, dat kun je ook nooit niet meer vinden. We hebben vandaag drie bomen van ons houtpark verzaagd zien worden. We hadden natuurlijk de selectie gedaan op basis van kwaliteitskenmerken op stam. Geen knopen, zo weinig mogelijk foutjes die dat op de schors te lezen waren. De zomereik en de Amerikaanse eik dan vooral, werd eigenlijk na het zagen in het hout die kwaliteit bevestigd. Ik denk dat de uiteindelijke koper van de tafels die van dit hout gemaakt zullen worden, dat die heel tevreden zullen zijn. De opbrengsten vloeien terug naar natuurbelevingsprojecten zoals het Swin Natuurpark en Bosland in Limburg. De tafel kan een familieerfstuk worden, dus een zeer duurzaam gebruiksvoorwerp. In die zin zelfs dat gezien de toepassing, stel dat de tafel in kwestie niet meer aan zijn functie voldoet, om welke reden dan ook, dat zelfs het hout nog kan gerecupereerd worden en een tweede leven kan gaan leven. Op die manier zijn de principes van cascadering gerespecteerd. Het duurzaam en het op lange termijn gebruiken van hout. Niet binnen een jaar terug ontbinding naar CO2 en water, maar het langdurig gebruik van hout maakt dat hout een duurzame grondstof is. Vlaanderen sluit zich zo aan bij Wallonië en onze buurlanden die hun kwaliteitshout al langer verkopen via houtparken.
De organisatie van de houtverkoop is in handen van Natuurinvest, de investeringstak van Natuur en Bos.